De Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking heeft afgelopen woensdag de lancering gedaan van het project Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking. De launch is verricht door minister Reshma Kuldip Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Volgens Jurgen Budeke, projectcoördinator vanuit de VSB, is het doel van dit project om personen met een beperking dienstbaar te zijn door hen op te leiden en een zekere mate van zelfstandigheid bij te brengen. Het project is daarom tot stand gekomen en we hebben dus de Caribbean Development Bank bereid gevonden om dit project te financieren via de Basic Needs Trust Fund. Dus de basisbehoeften van de mens. Sinds dat project is gelanceerd, is er meer bekendheid gekomen over de positie en ook voor de mogelijkheden om alsnog te registreren. Er zijn nog open plekken over voor vaktechnische trainingen. Hier gaat het dus over assistentconstructiewerken. Dit houdt in het lassen, je krijgt theorie en praktijk. Hoe ga je dus om met gereedschappen? En het lassen van het construeren van lichte constructiewerken. En dan heb je dus ook de vaardigheid in schilderen. Dat is een andere training. De trainingen zijn reeds van start gegaan. De Alliantie is zeer ingenomen met de ondersteuning vanuit de overheid en het bedrijfsleven, meent Budeke. Dus niet alle trainingen beginnen op dezelfde week. Maar dus we beginnen al met... De komende week beginnen we al dus met computerhardware, montage en ook met ondernemerschapstraining. En een ander ding ook wat eruit is komen rollen, is dus dat we ook een betere meting konden hebben van wat zijn de behoeften onder deze doelgroep. Wat zijn de trainingen die ze zouden willen volgen. En ze kunnen dus ook registreren via de registratielink die op de Facebookpage van de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven is gepubliceerd. De VSB. Tot zover Jurgen Budeke, projectcoördinator van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. De trainingen worden verzorgd door de Stichting Productieve Werkeenheden en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Het project loopt tot eind september dit jaar.